liggen afgestemd op elkaar. Wat is dat? Nu lijkt het natuurlijk alsof we met schrijven gaan. Maar ja, hè? We hebben daar, daar hebben we het wel over. Jongens, de camera loopt al. Ja, hij loopt al. En je neemt met alle respect, we beginnen even bij GV, want dat is de enige die je kent. En die zit al heel lang in Middelburg. Maar nou, we zijn in Barber GV, sorry. Ik ga lekker zeggen vanochtend. Hey, maar vertel eens, wie zijn al die maten van jou hier? De eerste is dus Redmar, de jongen. Naast hem Wessel Arends, Michael Becker en Robert Pelak. En dat is nou ja, een klein deel van de groep. Ja, precies. Jullie zijn uiteindelijk met z'n negenen en we zitten hier op Wij moeten nog 5-2 jongens stellen die mee. Oh, we zijn tienen zelfs. Ja, check. Ja. Maar we zitten hier op dinsdagochtend 10 uur, net na de kerst. En ik vlieg even binnen omdat jullie morgen het land uitvliegen. Dus vertel het verhaal eens even. Wat gaan jullie doen? Nou, volgens mij hebben wij allemaal een eigen verhaal. Mijn verhaal is dat we denk ik een jaar geleden dit idee hebben opgegooid. Het idee kwam van Frank. Zijn collega's gaan het ook doen. En die vroeg aan ons van, jongens, gaan wij dit ook doen volgend jaar? En wie is Frank? Frank is ook een maat van ons. Oké. Okay. Eén van de tien. Oké. Het was zijn initiatief. En volgens mij hebben wij binnen een week allemaal gezegd van, ja, dit gaan we doen. Wat we misschien ook van elkaar niet hadden verwacht. Dat we allemaal ja zouden zeggen, maar we hebben allemaal ja gezegd. En nu moeten we nog maar een dag wachten. Wat, ja, maar wat gaan jullie doen? Dat is een raar. Ik vind het zo spannend. Naar India toe. We gaan de rickshaw runnen rijden. De rickshaw runnen in India. Wij gaan van het noorden naar het zuiden. Dat is bijna 2500 kilometer. In een rickshaw? Ja. In een rickshaw, ja. Maar hoe hard rijden die dingen, joh? Niet hard. Nee. Dus dat wordt wel 35, 45 als het gelukkig. En dan heb je ook nog te maken met onverharde wegen. Dus misschien ga je op sommige plekken maar 15 of zo. Ja, dat is echt. Kennen jullie het land? Waar kom jij vandaan? Ben je uit India, toch? Of wel? Nee, ik kom uit Suriname. Ja, dat is heel wat anders. Ik ben Afrikaans, dus ik herken het een beetje. Ja, precies. Ja. Maar het is dus eigenlijk, gaan jullie naar onbekend terrein? Onbekend terrein, ja. En dan zijn je met z'n tienen en iedereen heeft dan zijn eigen tuk-tuk? Of, We hebben 4 tuk-tuks inderdaad, ja. En we zijn er met z'n tienen, dus 3 personen en 2 tuk-tuks en dan 2 personen en de andere 2 tuk-tuks. Dus dan heb je 4 tuk-tuks achter elkaar rijden. Walkie-talkies gekocht. Ja. Oh, dan kan je, ja. Ja, dat is wel mooi. Dus het is denk ik wel een avontuur voor ons leven. Maar het is niet echt een race, dus het gaat er niet om wie de eerste is. Ja, het is niet. Ja, het is natuurlijk wel, toch? Aan de kilometers te zien mogen we blij zijn, denk ik, als we het halen. Maar we starten wel allemaal tegelijk. Ja, precies. Ja, en jullie zijn een soort vertegenwoordigers van Zeeland of van Middel... Nou, jullie zitten ook Vlissingen bij, geloof ik, hè? Walcheren, zeg ik het dan goed? Walcheren, ja. Dus één grote vriendengroep. En nou ben ik altijd gewend bij dit soort dingen dat ik dan... Dat er dan ook een goed doel is of dat mensen geld moeten storten of sponsoren. Maar daar gaat het in dit geval geloof ik niet om, hè? Of wel? Nee, heb je... wel. Ja, hebben jullie geld nodig? Nee, er zit zeker een goed doel aan gekoppeld. Ja? Cool Earth, dus dat is tegen de opwarming van de aarde. En met dat geld kan de organisatie, bomen planten, whatever. Dus we hebben €3600 opgehaald. Oh, dat hebben jullie al gedaan? Oké. Okay. De afgelopen weken. Ja. Dus ik denk dat we 115 sponsors hebben. Donateurs. En hij loopt nog inderdaad. Dus er is al een flink bedrag opgehaald. Oké, en kunnen mensen het volgen op hun website of zo? Jullie vorderingen daar? Of hoe werkt dat? Ja, toch? Bij een mooi linkje. Ja. We hebben eigen Instagram account, Week44. En daarin hebben we ook een link staan naar de GoFundMe pagina. En die is gewoon open. Waarop ook informatie staat over het goede doel. Waarom we het doen. Wat meegedaan wordt. En daarnaast, wij zijn natuurlijk aanwezig met 4 tuk-tuks, maar het is een grotere organisatie, dus al met al wordt er echt een flink bedrag ingezameld. Ja, want hoeveel deelnemers zijn er in totaal, weet je dat? 160 deelnemers, okay. Ongeveer 80 tuk-tuks. Dus nou, eigenlijk op één moment allemaal de stad uit. Ik zeg ook wel een bijzonder beeld is dat. Er zijn vooral wilde werelds, Amerikanen, dus we zitten ook met eigenlijk heel die groep zitten nu in een WhatsApp groep, dus... Ja, het is Amerika, Europa, ik kan zo gek niet Australië. Dus ah, het is echt wel een avontuur, of niet, jongens? Hè? En daar voorlopig even geen barber hier zo, dat is even dicht. Nee, ik ben de komende 4 weken ben ik gesloten, Nou, dat mag ook wel een keer, hè? 6 jaar. Je staat hier altijd, ja precies. Jij je bent altijd open, dus... Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Ik ga het volgen en... het minste wat je... Oh, jij wil nog wat zeggen. Week44 op Instagram is voluit uitgeschreven, dus mocht je het willen volgen... Ik zet de link erbij in het bericht. Ik ga het zelf ook volgen. En wat jullie dan wel terug moeten doen, dat eis ik gewoon. Dat jullie iets Zeeuws laten zien waar jullie ook zijn een keer. Ja, goed. En dat we nog een update krijgen van Zeeland in India. Dat is altijd mooi. Bonus. Ja, een mooie bonus. Ja, kan ook. Die binnenzak.
Nee, beloofd, doen we. Oké, maar hey jongens, ik wens jullie heel veel succes en goede reis ook. Yes. Hey. Yes. Hey.